Hoi en welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Sebastiaan en ik ben hier vandaag met Charlotte. We zijn hier vandaag in Leiden om een proefexamen te doen. Ik heb in ieder geval heel veel zin om te rijden weer. Ik hoop dat jullie zin hebben om te kijken. Dus laten we maar gelijk gaan beginnen aan de rit. Als jij er klaar voor bent, dan mag je beginnen en dan gaan we beginnen aan de praktijkexamenrit. Ja. Yes. Gaan we rechtsaf. We verlaten hier het CBR in Leiden dus, zoals ik al zei. Altijd goed opletten bij het verlaten van in- en uitrit, dat je het overige verkeer voorrang verleent. En natuurlijk dat je mooi vlot op gang komt, zodat je niemand op de voorrangsweg hindert. Op de rotonde gaan we rechts. Op de rotonde gaan we dus rechtsaf. Nou, belangrijk zoals altijd, kijk goed naar voren wat je kan verwachten. En in deze situatie, bij het oprijden van de rotonde, moet je voorrang verlenen aan fietsers van twee zijden. En je hebt zo'n onderbordje waarbij het voorrang verlenen staat dat fietsers van links en rechts kunnen komen. Nou, wordt het hier aangegeven, maar hou er in de praktijk altijd rekening mee dat fietsers tegen het verkeer infietsen. Ja, dus normaal als je een rotonde oprijdt, kijk je natuurlijk naar links, hè, want je moet verkeer wat van links komt voorrang verlenen. In deze situatie dus ook fietsers van rechts. Maar hou er maar rekening mee dat ze altijd van rechts kunnen komen. Dan mag je eventjes de borden richting Amsterdam gaan volgen. Wanneer je een groot kruispunt oprijdt, is het belangrijk dat je goed door de bocht probeert te kijken. Ik zie in deze situatie een witte vrachtauto staan met zwaailampen aan. Nou, deze kan natuurlijk naast de weg staan, maar hou er rekening mee dat je eventueel van rijstrook moet wisselen. Dus probeer vroegtijdig in je spiegel te kijken, binnenspiegel, buitenspiegel en dode hoek. En op het moment dat je dat gedaan hebt, kan je ook gemakkelijker van rijstrook wisselen om op die manier het kruispunt vrijer te maken. Het verkeerslicht stond natuurlijk al een tijdje op rood, dus maak oogcontact met de mensen die aankomen rijden, zodat je geen gevaarlijke situaties creëert. Wat hier met al die stilstaande vrachtwagens, hè? Ja, net ook al een paar tegengekomen. Ook. Ja, ze zijn lekker aan het werk hier. Ja. Vorige ritje wat ik deed was ik de snelweg niet opgegaan. Ook omdat hij iets verder van de CBR lag. Nee, dat, ja, het slijt is. Ja, zit er zo op. Dus. Ja. Nou, we gaan er ook zo weer af. Maar de volgende afrit mag je de snelweg verlaten. Ja.
let erop dat wanneer je aan het uitvoegen bent, dat je toch constant in je spiegels blijft kijken. Eventueel andere weggebruikers willen misschien ook op het laatste moment uitvoegen. Dus dat moet je wel op tijd zien aankomen. Aan het einde van de afrit gaan we rechtsaf. Hier aan het einde van de afrit staan ook gelijk wat bordjes die interessant zijn. Natuurlijk het falling plane en het bordje rotonde. Dus zorg ervoor dat je een mooie snelheid eruit haalt. We gaan natuurlijk niet vanaf de 6e versnelling of de 5e versnelling direct naar de 2e versnelling. Dus de nadering ziet er gewoon netjes uit zo. Er is voldoende tempo uit om terug te gaan naar de 2e versnelling. En ook de stop en het aansluiten en het voorbereiden om je weer weg te rijden ziet er heel goed uit. Tijdens het praktijkexamen wil je laten zien dat je een veilig, zelfstandig en besluitvaardig bestuurder bent. Soms betekent dat dat je tegen de aanwijzingen van je rijinstructeur, je examinator of de navigatie in, een andere keuze moet maken. Alles om ervoor te zorgen dat je veilig je weg vervolgt en andere bestuurders niet onnodig hindert. Gaan we links af. Natuurlijk nog een doodlopende straat in ook. Mag je zo even kijken of je ergens kan keren door middel van steken. In deze situatie hadden we dus veel beter door kunnen rijden. En we waren eigenlijk nog niet goed genoeg voorbereid. Knippertje was ook weer uitgegaan, we moesten vrij laten remmen. En het creëerde toch een lichtelijk gevaarlijke situatie. Dus eigenlijk gewoon op het moment dat je niet weet of je het redt ja of nee, gewoon lekker doorrijden, dan pakken we de volgende wel naar links. Eerst achter de rug, hè? Ja. Aan het einde van de weg gaan we linksaf. De bijzondere verrichting die zag er keurig uit. Maar hier op dit kruispunt hebben we eigenlijk te weinig zicht. En we moeten natuurlijk voorrang verlenen om in die 2e versnelling door te kunnen rollen. Dus ik had hem persoonlijk even in zijn 1 gezet. Dan rij je wat rustiger, heb je net even wat meer tijd voor het fietspad en de weg. En dan kun je op die manier veiliger de weg oprijden. En zoals je kan zien in de binnenspiegel kom ik net voorbij een bocht. Dus heb je echt even iets meer tijd voor nodig om een goede beslissing te kunnen nemen. Staat, dan vervalt hij naar het volgende kruispunt. Want als ik van links af aan kom rijden en ik ga dezelfde weg als jou op, dan heb ik die 30 niet gezien. Ja. Dus plaatsen vaak een eindebord op het moment dat de straat heel lang is zonder zijstraten. Op het moment dat er zijstraten zijn, dan vervalt die 30 naar de eerste zijstraat die je tegenkomt. Dan moet ze maar herhalen. Ja.
gaat. Als er geen kruispunten zijn dan? Ja, maar een paar les geleden stond hij nog in de hele straat. Ah, oké, dat bord werd herhaald. Ja. Oké. Ik denk dat ze er één vergeten zijn om hem weg te halen. Ja. Je komt dan vanzelf wel in iemand zijn schuurtje te halen of zo. Je had iemand gewoon het verkeersbord. Oeps. Maakt niet uit. Daarom zit ik erbij. De rotonde die we tegenkomen, gaan we linksaf. Ja. Nou, we hebben natuurlijk al een paar eerdere rotondes genaderd en ook deze eigenlijk weer super netjes op tijd klaar. Heel relaxed als je ernaast zit. Je hebt ook echt het idee dat de situatie volledig onder controle is en dat het zicht bewaard wordt. En dat er goed over nagedacht wordt, hè, van waar moet ik nou precies klaar zijn en hoe zorg ik ervoor dat ik die rotonde rustig oprij en daarnaast natuurlijk ook weer gewoon netjes verlaat. Even een bochtje achteruit doen, want hier kunnen we niet tussendoor. Nee. En dat gaat ook lang duren, dus niet ideaal. Nee. Eigenlijk net als die andere bijzondere verrichting die ik je gaf, maar ja, we kunnen dit van tevoren natuurlijk niet weten. Nee. Dus mag je hem eens achteruit zetten, gaan we gewoon rustig achteruit. Twee van de twee. Deze krijg je bonuspunten voor. Dan gaan we niet natuurlijk hier het fietspad op, maar dan gaan we gewoon de volgende rechts. Ja. Ja. Rijden hier in een iets smaller gedeelte. Hey, je ziet, we zitten echt midden in de woonwijk. Hou er rekening mee dat bij elk kruispunt je fietsers kan verwachten, spelende kinderen, vrachtauto's die direct geparkeerd staan, voertuigen. Ja, dus gewoon goed om je heen kijken en denk vast vooruit. Op het moment dat ik links afsla, als ik rechtdoor ga, kan ik iemand verwachten? Ja. Kan ik zien of er iemand aankomt? Nee. Wees dan gewoon voorbereid dat je moet stoppen en hou altijd je voeten boven de rem en de koppeling. Op het moment dat je geen zicht hebt en je eventueel wel eens voorrang zou moeten verlenen. Ja, precies zo'n situatie is hier. Je ziet niks, je komt de hoek om. Misschien komen er wel drie fietsers op je afgefietst. Dus voeten erboven houden en dat miste ik af en toe. Dus ja, ik kan niet veel anders hier natuurlijk. Ik kan ook zeggen dat het met de wegmerrie is.
het verlaten van de zone gaan we ook linksaf. Nooit zulke aparte drempels meegemaakt. Ik heb ze ook nog nooit gezien. Eigenlijk. Ze werken wel goed. Ja, ze werken goed. Ja. Dat kan ook, maar. Moet je zelf even over nadenken. Er staan nu twee verschillende borden. Weet je het verschil? Dat is even een theorievraag. Je hebt hier een ronde en een vierkante. Dat je hier aan de rechterkant yes. moet rijden. Dus het is de andere is dat je die kant moet rijden. Yes, dus één richtingsweg. Hè? Ja. En dan is er gebod tot het volgen van de richting. En ze zijn verplicht om die kant op te gaan. Ik kan wel tegenliggers verwachten. Nou, hier mooi rustig gebleven op die fietsers. We rijden natuurlijk op een voorrangsweg, dus die moeten voor ons wachten. En hier ook mooi ingehouden. Slim om even op het kruispunt te wachten om daar voorbij te rijden. Daar is namelijk iets meer ruimte om ook uit te wijken. Het scheelt natuurlijk dat de fiets naar rechts gaat, dus dat is in ons voordeel. En we proberen dat soort momentjes handig uit te kiezen. Dus niet op het smalste gedeelte van de straat inhalen. Komt er wat meer ruimte op een kruispunt en heb je bijvoorbeeld voorrang of voldoende zicht, dan kan je zeggen, nou, ik ga er hier eventjes voorbij. De rotonde gaan we linksaf. Tweede kruispunt gaan we rechts. Nou, maar die netjes ruimte ten opzichte van de fietser. Voldoende ruimte ook om eventuele bestuurders van rechts voorrang te verlenen. Dus dat is altijd belangrijk. We gaan dan natuurlijk niet naast een fietser rijden op het moment dat je niet voldoende ruimte hebt om iemand van rechts voorbij te laten gaan. Hier gewoon wel. Ja. Voor jou gewoon de tweede rechts is. Hè? Ja. Maakt voor mij niet zoveel uit als het maar veilig gebeurt. En natuurlijk als ze er mee mogen. Dat is ook wel belangrijk. Hè? Ja. Nou, ik zou me laten zal nooit zeggen tweede rechts als dat een straat is waar je niet in mag. Wat je wel zou kunnen zeggen is we gaan de tweede mogelijkheid rechts. Ja, dan ja moet je dat even opleggen. Heb ik al in mijn hoofd. Ja, oké. Okay. Gaan we linksaf. Gezien dat je daar niet in mocht. Ja. Gaan we rechtsaf.
een beetje bekend gebied voor je met lessen? Een beetje. Je bent er wel eens geweest. We rijden overal wel. Ja, door. Precies. Maar we vergeten vaak beide waar we heen zijn geweest vorige week. Dus. Ja, dat is natuurlijk. Je rijinstructeur doet ook niet anders dan rondjes rijden. Die rijdt de hele dag rondjes en ook rondjes anders. Dus, nee, dat onthoud ik ook wel. Ja, soms een klein beetje, maar ik kan niet van iedereen... niet van iedereen onthouden waar hij nou precies gereden heeft. Nee. Zolang je hem overal een beetje rijdt, hè? Ja. Dus je kan examenroutes rijden, wat wij nu ook doen. Ja. Maar het gaat er altijd om, wie kom je nou tegen, waar kom je hem tegen in het verkeer. Je kan toch, hetzelfde rondje kan je 1000 keer rijden, maar het is altijd anders. Mm-hmm. Dan gaan we linksaf. Nog geen, hè? Nog een vrachtwagen. Ja. Houd maar niet op vandaag. Normaal heb ik er helemaal geen last van. Ik heb ze besteld. Gaan we naar rechts. Oh, nu af. De batterij. Ja, nee, hij hangt niet goed in de schaduw. Maar goed, we zijn er nog niet. Dus we gaan zo even een plekje om hem aan de kant te stoppen. En dan gaan we daarna lekker verder. Ja. Nog even een stukje doorrijden nog. Kijken. Dan gaan we zo meteen, zet hem hier, parkeren hem eventjes aan de rechterkant. Zullen we gewoon rustig in laten rijden? Yes. Nee, weet ik nog. Iets verder van de kant. Klein beetje naar links. Ja, is het echt anders dan ja, ik zeg bij voorraad file parkeren zit ik altijd voor 80% erin. Ja. Als je hem voor 100% erin wil zetten, dan haakt sowieso je wiel tegen de stoep aan, zeg maar. Ja. Dus ik doe hem persoonlijk altijd 80% en daarna achteruit. Met de kleine slalom. Ja. Mag je mensen vrij zetten, handrem erop, houden we even een klein break. Ja. En dan komen we terug naar de reclame. Ja. Nou, camera die doet het weer. Beetje dichtbij. Hij hangt in ieder geval iets meer in de schaduw, iets beter in de airco. Dus hopelijk houdt hij het nu wel vol. En hopelijk zijn mijn bestanden ook allemaal heel gebleven, want hij crashte natuurlijk. We hebben de navigatie aangezet, we moeten ongeveer 10 minuutjes terug. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon lekker op de navigatie terugrijden. Ja. En dan bespreken we daarna hoe het gegaan is. Ja. Yes? Oké. Okay. De navigatie geeft aan dat we rechtsaf moeten. Nou, navigatie is natuurlijk een hulpmiddel, dus je moet altijd zelf controleren of je er wel of niet in mag. En zo te zien mogen we hier niet in. Nou, heel goed gezien door Charlotte, dus hou er rekening mee. Navigatie blijft een hulpmiddel, je hoeft hem niet te volgen. Je moet ook niet altijd doen wat hij aangeeft. Voor jezelf blijven rijden en goed om je heen kijken. Dit mag wel weer. Ja. Ik dacht al, dat is misschien dezelfde weer. Mogen we er weer niet in. Maar goed. Wordt het lekker binnen doorgestuurd? Ja. Rechts afslaan. Nu de tweede van links. Ondanks dat we eerder even te dicht bij de stoeprand kwamen bij de bushalte, moet ik toch zeggen dat we voor de rest van de rit gewoon netjes die positie op de weg hebben. Smalle gedeeltes gaan goed, deeltjes waar fietsers op ons afkomen of voor ons uitrijden gaan netjes. En dus hier ruimte rondom de auto is eigenlijk keurig in orde. Verlaten. Ook hier weer mooi gebruik gemaakt van de ruimte. Sommige mensen hebben nog wel eens een neiging dat op het moment dat iemand op ze staat te wachten, dan toch heel erg rechts te gaan rijden en eigenlijk de spiegels er bijna af te rijden constant. Maar juist op het moment dat iemand op je wacht, geeft die persoon eigenlijk aan, doe jij rustig je ding, ik wacht even. En dus maak dan ook gebruik van de gegeven ruimte. Ik
links. Lijkt bijna alsof je tegen het verkeer inrijdt, hè? Met die andere auto's niet die kant op rijden. Ja, de eerste keer was het echt een arm. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat gaat ook een beetje. Ik rijden wel goed. Ja. Ja, dat snap ik. Ze lekker laat mee, hè? Zullen we anders naar rechts gaan hier? Oh ja. Ja, ik of kan ook rechtdoor. Terug naar CWR dan. Ja, dat is goed. Dan ga ik altijd rechtdoor. Dan gaat jullie omsturen, maar als je rechtdoor gaat, is het net als ik zie het, ja. Aankwamen. Ja. Dat was wel een hele. Maakt niet uit, toch? Ik zou in mijn hoofd hoe ik naar het CWR. Ja, je kent de route. Navigatie is een hulpmiddel om op je bestemming te komen, toch? Ja. Dus als jij op die bestemming kan komen zonder dat de navigatie meehelpt. Ja. Ja. Ik zou inderdaad kan wel de navigatie aan willen hebben, maar je kan gewoon je eigen route rijden, hoor. Dan kom je gewoon aan. Zolang je het maar veilig doet, dat is het belangrijkste. Ja, en dan mag je even kijken of je ergens kan parkeren. Misschien op dezelfde plekje als net waar we stonden. Dat zou wel mooi zijn. Maakt niet uit hoe ik parkeer? Nee, maakt niet uit hoe je parkeert. Na 100 meter links afslaan en daarna meteen weer links afslaan. Als je geluk hebt met je examen, dan kan je zo vooruit. Ja, dan kan ik er zo vooruit erin rijden. 500 meter deze weg volgen. Nou, ik zal de navigatie maar uitdoen, want die stond niet helemaal goed ingesteld. Ik weer verder achter. Nee, maar waar jij wil. Ja, waar jij wil.
Yes, dan mag je hem eens vrijzetten. Ik hem erop. Uiteraard. Ja. Top. Oké, hoe vond je dat ging? Op zich wel goed. Ja, het ging best wel goed. Ja, toch wel spannend door een andere auto. Snap ik. Maar ik denk dat iedereen verbaasd gaat zijn als ik zeg dat je minder dan 20 uur gereden hebt, gelest. Denk ik oprecht. Je hebt het echt heel goed gedaan. Een aantal dingen, zeg maar, dat is een beetje uit die zelfstandigheid. Dus dat zijn de laatste dingetjes die je nog moet, die je leert, zeg maar, voordat je gaat afrijden. Eén daarvan is, ik zal even daar een beetje over doen. Oh, dat moet ik niet doen. Dan gaat mijn camera, juist. Eén van de dingen die je... Deze doe ik deze wel van naar beneden, lukt dat? Yes. Ik heb hem ook weer. Ja, keurig. Een van de dingen vanuit die zelfstandigheid is bijvoorbeeld met het links afslaan. Dat op het moment dat ik tegen jou zeg, we gaan naar de volgende naar links. Je rijdt over zijn voorrangsweg en je komt eigenlijk een beetje laat van, oh shit, hier was het. Dat je dan ook de zelfstandigheid en de besluitvaardigheid om te denken van, jammer, dit wordt hem niet meer. Ik ga de tweede, ga ik wel naar links. Of op het moment dat ik duidelijk heb, daar kan, want je keek wel op tijd. Alleen ja, het was toch, waar moet ik hier erin, zeg maar. En dan moet je eigenlijk al denken, nee. Die vraag die had ik of er verder vanaf moeten stellen. Of gewoon voor jezelf beslissen van, het gaat hem niet worden, meer veilig. Ja. Op aanhakend is eigenlijk ook eventjes dat momentje dat je... Volgens mij zie jij best wel snel dat je die straat niet mag op een gegeven moment, toch? Van, je mag er niet inrijden. Ja. Vraag me op heel ver, veel eerder vragen. Nu zit je, wanneer gaat hij wat zeggen? Wanneer gaat hij wat zeggen? Welke kant moet ik op? Zeg gewoon veel eerder van, ik zie dat ik verderop niet in mag, moet ik naar links of naar rechts? Dan ga ik je ook veel eerder zeggen, nou kijk zelf maar eventjes, want ik ken de weg hier niet. Ja. Dus als jij zelfstandig even kijkt welke kant je op mag, misschien mag je maar één kant op van de drie, hè? Dus daarom denk ik van ja, ik hoop dat je het ziet. Hè? Probeer gewoon die vraag te stellen. Mag gewoon op het examen van, ik zie dat ik niet rechtdoor mag. Welke kant wil je dat ik op ga? Zegt hij, nou, doen we naar links. Of het, hè, dan zeg ik dat vroegtijdig, dan kan je ook veel eerder kijken en je plan maken en gewoon rustig links afslaan. Of je zegt, nou kijk zelf maar eventjes. En dan denk je, wacht, dat zal vast een reden zijn. Ik mag waarschijnlijk maar één kant op en dan nader je weer rustiger. Ja. Even kijken, binnen de bebouwde kom doe je best netjes, je tempo is goed. Een ding wat ik zie en wat misschien de mensen op de camera heel lichtjes kunnen zien, is dat op het moment dat jij een bocht maakt, dus als jij door die 30 zone heen en weer gaat, kijk, het kan zijn dat er natuurlijk in die smalle straat iemand, hè, als jij naar links gaat, dat er iemand die straat uitkomt. Daar moet je rekening mee houden. Niet op een manier dat je zo langzaam gaat rijden en super traag die hoek omgaat, zodat er niks meer kan gebeuren. Maar je moet wel klaar zijn voor die noodstop, toch? Dus stel, er komen een paar kids komen die kant op fietsen, of er komt een auto of een vrachtauto aan. Dan moet je klaar zijn om een noodstop te kunnen maken. Ja, dus gewoon op tijd kunnen stilstaan, dat je niet ergens tegenaan rijdt. Om een noodstop te kunnen maken, wat moet je doen? Voeten boven de koppeling in de rem. Juist, ook boven de koppeling. Want ik mis af en toe die koppeling. Dan gaan we door die bocht heen en dan zit ik zo met je. Je gaat niet te hard of zo, maar het is daar zo smal en er is zo weinig zicht dat je de bocht omgaat, maar je linkervoet staat gewoon plat op de mat. En dan denk ik, ja, op het moment dat we dat er wel een fietser of iets de hoek om komt en we gaan allebei naar die beding toe, wie denk je dat er dan eerder is? Als ik al zie dat jouw voet op de mat is. Niet omdat ik je de pas af wil snijden, maar probeer in dat soort situaties gewoon je voeten erboven te houden. Ja. Zodat je niet, want je rem is veel dichterbij, je voet is bij de rem. En je laat hem de bocht al omrollen, dus zodra je naar de rem grijpt en je hebt de koppeling niet bij, dan sla je gelijk af. Daarom altijd even je voet boven de koppeling te houden op het moment dat je geen zicht hebt en je kan een tegenligger verwachten in een smalle situatie. Ja, voor de rest kleine dingetjes hier en daar. Af en toe denk ik op de snelweg, ook op het moment dat er niks gebeurt, je hoeft er niet af. Kijk iets meer om je heen. Hè? Op het moment dat er dan wat geks gebeurt, dan weet je beter wat om je heen gebeurt. Dat zal je misschien in de video's zien, dat ik af en toe denk van... Nou, je kan niet zien wat ik denk natuurlijk, maar dat je, als je ziet dat je rijdt, dat je misschien iets meer in je linker buitenspiegel moet kijken. Iets meer plannen van, die komt me nu voorbij, die komt me zo voorbij. En niet op het moment dat hij voorbij rijdt en denkt, daar gaat een auto, zeg maar. Dus je moet hem echt gewoon goed zien aankomen. Je moet daar weten wat de ruimtes zijn. Je deed verder niks fout, maar de kans is het groter, hè, dat je een keer naar links uitwijkt terwijl iemand heel hard aankomt rijden. Dat je dat eigenlijk niet goed hebt zien aankomen, zeg maar. Één momentje dat de auto even net wat te breed was. En het is vaak, hè, kijk, deze auto voelt echt wel ietsjes breder aan. Moet ik echt zeggen, moet ik wel bij vermelden. Op het moment dat ik daar ga kijken hoeveel breder die is als mijn oude auto, dan is het echt centimeters. Ja, dus maar het lijkt niet heel veel breder. Hij voelt wat breder aan. Maar juist dan, hè, op het moment dat je dat ervaart, van die auto voelt best breed aan en ik ben er niet aan gewend. Je moet ver vooruit kijken, op het moment dat je de situatie inrijdt. Maar op het moment dat je erin zit, moet je wat dichterbij kijken. Want die stoeprand van die bushalte is natuurlijk mega hoog. Want dan moeten, mensen moeten daar op een normale manier kunnen uitstappen zonder dat ze de bus uitvallen. Eventueel met kinderwagens en zo. Dus ja, als je die stoeprand raakt, dan is het niet alleen je band die je raakt, dan is het ook wel de velg. En dat is een behoorlijke klap dan, zeg maar. Dus laat je eventjes iets terug. Maar voor de rest geen gekke dingen. Toch? Hartstikke goed.
Ik hoop dat jullie net zo tevreden zijn als ik. Misschien zelfs een beetje jaloers dat het zo goed is gegaan. En na 20 lessen, je gaat wel, je examen staat gepland. Je hebt nog wat lessen te gaan. Ja. Dus ik heb er zeker vertrouwen in. Inderdaad, nog even iets meer het zelfstandig oefenen. Soms iets meer scheid hebben aan waar je naartoe moet. Ja. Gewoon lekker je rit blijven rijden. En dan moet het goed komen. Ik hoop dat jullie wat aan deze video gehad hebben. Als je zover bent gekomen, vergeet niet te abonneren en een blauw duimpje achter te laten. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video.